Ik ben Rob Wouters, ik ben klinisch therapeut. Ik heb 25 jaar een praktijk in Kaprijke in de Molenstraat. Ik behandel hier allerlei soorten mensen, van rugpijn, rugklachten tot nekklachten tot fibromyalgie, CVS-patiënten. Ja, ze komen hier allemaal in de praktijk. Meestal gebruik ik die andullatietherapie voor mensen met rugklachten. Als deeltherapie. Dus ze krijgen behandeling en dan achter als ze willen mogen ze op de andulatiematras. We gebruiken het ook veel voor patiënten met CVS en fibromyalgie. Dan gebruik ik de HPP-matras in combinatie met de Energy. Energy is een toestel dat de mensen direct energie geven. Welke resultaten hebt u behaald met andulatie? Mensen met rugklachten die hebben quasi direct resultaat. Ik kan niet zeggen dat dat van de eerste keer blijvend is, maar ze voelen direct dat hun spieren ontspannen zijn en dat de pijn verminderd is. CVS-patiënten, dat zijn natuurlijk mensen die altijd moe zijn en daarvoor moeten ze wel vaker komen. En ze moeten ook, ze moeten het dan zien in een soort therapievorm, in die zin dat ze opbouwen, een tijdje volhouden en dan mogen ze afbouwen. En dan lukt dat redelijk goed. Zou u andullatie aanbevelen? Ja, zeker en vast. In het begin dacht ik ook van oei, dat is misschien wel dat is iets wat in ons vaarwater komt. Wij als kinesisten, wij masseren graag en dan komt er een keer zo'n massagematras uit en dan... In eerste instantie was ik een beetje bang van, ja, dat gaat hier mijn praktijk doen daar, de mensen gaan allemaal op die matras willen. Maar dat is niet zo, dat is eigenlijk je moet het beschouwen als een deeltherapie. En het is zeker een goede zaak voor de praktijk. De mensen gaan komen voor die matras en als ze dan ook iets mankeren, heb je patiënten bij.